Goedemiddag, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En ik heb mijn spiekbriefje weer bij de hand om te vertellen wat ik allemaal wil vertellen. Want soms gebeurt er heel veel in een week en soms gebeurt er bijna niks. En ik kan niet zeggen dat er heel veel is gebeurd en toch heb ik wel weer verhalen om te vertellen. Nou, eigenlijk wilde ik helemaal niet zoveel gaan kringlopen, want ik denk, ja, ik heb eigenlijk wel genoeg en zo. Maar ja, toen gebeurde er van het weekend iets en ik baalde gewoon. Ik kon er niks aan doen, anderen konden er niks aan doen. Maar soms heb je zo'n situatie waar je van baalt, gewoon heel simpel. Dus ik denk, kan me niet schelen, ik ga naar de kringloop, hup. Textieltherapie in de kringloop natuurlijk. En dat is natuurlijk altijd lekker, want dat valt allemaal wel mee. Dan gaat het niveau van 20, 30 euro eigenlijk nooit te boven. Dan moet je het al heel bot maken. Dus ik naar de kringloop. En ik heb daar eigenlijk van alles en nog wat gekocht. En je zult het ook zien. Het is ook zo'n beetje zo'n rommeltje. Maar misschien breng ik jullie op ideeën. En het is dus en kleding en spulletjes. Maar vooral ook inderdaad best wel wat kleding wat ik heb. Nou, ik begin maar gewoon. Ik ging naar de kringloop en ik heb 3 soort tasjes, portemonneetjes, weet ik wat gevonden. Want als de kleinkinderen komen logeren en ze komen alle 3 logeren in de komende weken, komen ze alle 3 logeren, dan krijgen ze van ons altijd een beetje geld. Eerlijk gezegd, een tientje. En dan, dat doen we natuurlijk ook niet als ze 10 keer per jaar komen logeren, want dan wordt het wel heel heftig, maar ze komen zo een paar keer per jaar. Dus dat kan dan wel leiden. En dan krijgen ze iets en dan lopen ze eigenlijk een hele dag met dat geld te zwaaien natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk leuk. En dat brandt in de zakken. Dus de oudste 2, die de broertje, zusje, die kunnen niet wachten. Die willen rennen naar de Action. En bij de Action kun je veel kopen voor een tientje. Dus ik dacht, weet je wat, als ik nou gewoon zo'n soort portemonneetje koop. En het eentje, daar zat het prijskaartje in, hop, maar het is iets van 25 cent of zo dat die dingen kosten. Misschien ooit een keer 50 cent, maar dat is het wel zo'n beetje. En deze ook zoiets. Dus, dacht ik, dan doe ik het daarin. En dan hebben ze tegelijkertijd iets waar ze het in kunnen doen. En dat ze niet met al dat los spul rondlopen te scharrelen. Dus dat. Dus de oudste 2, dat weet ik al, die wil naar de Action. Die jongste, die wil heel graag een terrarium. En hij heeft nu ook zijn oog laten vallen op een wimpergekko. Ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Maar het is een soort reptiel, een kleintje. En die wil hij heel graag hebben. Dus misschien dat hij dat daarbij doet. Maar ja, misschien ook ergens anders voor. In ieder geval, die is druk aan het sparen voor een terrarium. Ja, en Sinterklaas zal ook wel meehelpen. Zo gaat dat natuurlijk. Dus die had ik gekocht. En ik had voor mijn kleindochter, het zijn zulke liefjes, 2 ringetjes gekocht. 1 met een rupsje en 1 met een kikkertje. En je kunt het op maat maken. Ze heeft vrij fijne vingers, dus ik denk dat deze prima passen. Maar ik denk, ach, dat is prima voor zo'n meisje. Dat is toch, wat dat kost weet ik niet, maar dat is natuurlijk een beetje dubbeltjeswerk wat dat kost. Maar ik vond ze wel heel lief. Dus die had ik gekocht. Die tasjes heb ik bij de Vindingrijk gekocht. Die ringetjes bij de Emmaus. Toen vond ik bij de Emmaus, want ik zocht nog een paar statement dingen voor in huis. Nou, 1 ding, dat staat al op zijn plek en dat is wat moeilijker naar boven te krijgen. Ja, dat kan wel, maar alles kan. Maar deze is wat makkelijker. En dit is een karaf. Er komt het beeld iets donkerder over dan in werkelijkheid. Maar het is wel een hele mooie lichte karaf, een blauwe. En deze was, ik heb het al afgehaald, 17,50 of 12,50. Oh, nou ben ik het toch echt kwijt. 17,50 was hij. Maar ik vind hem wel echt heel mooi bij de Emmaus. En die komt dan bij de planten voor de tuindeur te staan. Bij dat hoekje komt hij te staan. Ja, dan heb je toch ineens weer zin in andere kleuren en andere dingen. Maar ja, daar was mijn textieltherapie, want dit is natuurlijk niet echt textieltherapie. Was daar in ieder geval niet mee opgelost, er moest nog van alles komen. Dus ik heb hier van alles, eens even kijken. Oh, dit is ook wel een verhaal. Ik was bij Terre des Hommes. Dat is hier niet zo ver vandaan. En daar ga ik wel meer kijken. Het is een klein winkeltje. Dus daar ben je eigenlijk met 10 minuten kwartier bij heel dikwijls al uitgekeken. En als je het echt lang bezig bent, dan ben je een half uur bezig ongeveer. Nou, ik vond bij Terre des Hommes vond ik onder andere dit gilet. Er was een gilet, een jasje en een rok. En het was dus eigenlijk een setje.
Alleen toen ging ik naar de maten kijken en denk, oh, hier klopt helemaal niks van. Je hebt precies hoe degene eruit ziet die dit ingeleverd heeft. Die ziet er zo uit als een V-vormig figuur. Ze had namelijk een rok maat 40, een gilet maat 46 en een jasje maat 44. Ja. Ja, of 42. Eens even kijken of dat nou 44, of dat jasje heb ik gekocht. En ik heb gilet gekocht. Eigenlijk, ja, je wordt toch beïnvloed door anderen, hè? Nee, dit is 44. En het is 50% scheerwol en 50% virgin wol. En dan ook nog iets van katoen. Oh, maar die katoen die zit dan waarschijnlijk in de voering. Nou ja, oké. Okay. Oh, die kraag is natuurlijk ook katoen. Maar in ieder geval, deze vond ik dus. Dus een gilet. Nou, ik zei het al, je wordt beïnvloed door anderen. Ik zag een filmpje van Edith Domen. En ik denk, oh, ja, zo'n gilet is natuurlijk eigenlijk best wel leuk om een keer uit te proberen. Dus ik ben helemaal niet zo'n gilettenmens, maar ik denk, ik probeer het uit. En wie weet, is het ook leuk onder een jasje of zo. Maar ja, zo gaat de beïnvloeding, hè. Zo word je geïnfluenced, als dat een woord is, dan word je zo geïnfluenced. Nou, ook een jasje dus, een maat 44. Ja, ik vond het een heel mooi jasje. En het is beige met donkerbruin. Ja. Ja, ik vond het gewoon leuk. Ik denk, ja, ik neem dit gewoon mee. En het jasje was 5 euro en het gilet was 3 euro. Dus samen 8 euro. Dan hebben we het dus echt nergens over, want het is mooie kwaliteit. Mooie lengte ook voor mij. Paste me helemaal goed. Heel blij mee. Dus hier kan ik iets mee gaan doen. En toen ging mijn zoektocht verder. Want ik zoek eigenlijk al heel lang jurken. Niet te vinden. Ik zou heel graag een mooie jurk hebben. Maar ik snap het ook wel. Het moet het goede model zijn. De goede lengte. Lengte is belangrijk. Het goed materiaal dan 100% polyester. Ik trek het echt niet aan. Ik doe het niet. Het moet niet versleten zijn. Het moet voor mijn gevoel passen bij mijn figuur. Dus het moet aan veel eisen voldoen. En ik snap ook wel dat je dat in de kringloop soms ook echt heel moeilijk vindt. En ja, met een jurk is dat toch moeilijker dan met een rok. Een rok gaat, vind ik dikwijls wel makkelijker. Maar oké, ik dacht van, we gaan nog eens zoeken. Nou, ik heb al zoveel gezocht en echt in rekken vol met jurken. En het grootste probleem voor mij is dat ze te kort zijn. Ze boven mijn knieën komen, nou dat is echt, dat vind ik niet mooi. Dat vind ik mijn figuur geen goed doen. En dus dat, ik zoek altijd langer. En dan inderdaad, het materiaal is. En ik wil natuurlijk ook geen half versleten jurk hebben, want daar heb ik niks aan. Maar daar heb ik iets op gevonden. Maar even vertellen, ik heb hier ook gevonden één rok. En deze was van de Vindingrijk. Ben ik geweest samen met kringloopvriendin. Ja, ja, ik vond hem gewoon leuk. En wat zal die geweest zijn? 3, 4, 5 euro? Zoiets. Ik heb nog een rok gevonden. Hier stond verder geen niks in. Ik wist er niet waar van welk het is. Deze rok die ik heb gevonden is van Selected Fam. Dat is ook geen dure rok in ieder geval. Een beetje groenig met blauwe stipjes. Maar ook een hele leuke. En viscose. Dat is dan wat ik het liefste draag. Hè. Katoen, viscose, linnen. Maar dat zie je nu bijna niet meer. En deze rok. Dat is een, ja, ik zeg het ook, hè, maat 38. Maar omdat er natuurlijk elastiek in zit, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker. En als het elastiek te strak zou zijn, dan zet ik er gewoon, of dan laat ik er een niet zwijdere elastiek in zetten. Want dat gebeurt ook wel eens. En dan doe ik dat, denk ik, ja. Maar met elastiek gaat het nogal vlot goed, hè. Ik heb ook gevonden, en dat was ook bij Vindingrijk, een, ja, een soort dierenprintbloesje. Een, ja, zebraprint of zo. Vond me eigenlijk wel heel erg grappig. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje het nadeel. Je koopt dan een hoop losse dingen. En dan moet je dat weer bij elkaar zien te voegen. Maar ja, dat is tegelijkertijd ook wel weer leuk. Maar er moest gewoon van alles komen. Dan toen heb ik ook gevonden. Een hele leuke eigenlijk. Ja, jullie weten het, hè? Ik hou van dieren. En hier zo'n blouse met een vosje, konijntjes, haasjes, een egeltje zie ik hier ook op. Een wasbeer volgens mij staat er ook op. Ja, dat is toch ontzettend leuk. Echt gewoon heel erg leuk. Dus
het gevoel van de herfst zo'n beetje. En dan met al die leuke dingen. Ja, wat wil je nog meer? Dus deze vond ik ook heel erg leuk. Ik heb ook gevonden een fluwelen topje. Onduidelijk wat voor materiaal het is, maar ik vond het wel heel mooi. Het is van BC Best Connections. Nooit van gehoord. Ja, dat knipt er andere dingen tussenuit. Het is een maat 44, staat hier. En de rest hebben ze dan tussenuit geknipt. Maar ja, dit moet nog allemaal gewassen worden, dus ik moet er nog wat mee doen. En ik heb, even kijken. Oh ja. Ik heb een groen blosje gevonden. Ik vind het altijd leuk als je iets anders vindt. Dus een andere kleur. Nou, dit is dus duidelijk een andere kleur. En hier, deze is van de Emmo's. Ook een maat 44, geloof ik. Ja, 44 van de H&M. En bij de Emmo's hangen ze deze prijskaartjes aan. Dus 4 euro is deze. Maar ik vind het ook leuk, dan gebeurt er iets anders. En dat is leuk ook ergens anders en zo. Ik ben nog echt aan het zoeken. Ik heb heel veel leuke kleren. Ik bedoel, dat is het probleem niet. Maar je wilt soms ook iets anders. Of iets vernieuwends ergens onder. En daar was ik echt naar op zoek. En dan had ik nog één blousje. En die vond ik ook heel leuk. Deze is, even kijken, ook een soort dierenprintachtig. Oh, hier is alles uitgeknipt. Geen idee. Maar dit is ook een viscose. Dat voel ik wel. Volgens mij stond het er ook in. Dan stond er dat wel in. Even kijken. Ja, dat hebben ze wel gelaten. 100% viscose. Nou, oké. Maar dit is een leuk ding. Deze vond ik gewoon echt heel erg leuk. Dus, ja. Je doet het dan soms ook mee met wat er is. Het is niet zo... Oh ja, die trui. Die vond ik ook leuk. Good vibes can take you anywhere. Geloof ik dat het precies staat. Nou, in ieder geval, ik vond deze heel leuk. En ik denk, die is ook heel leuk om 's avonds te dragen. Gewoon met een soort van joggingbroek. Die trui eroverheen. Gewoon heel erg leuk. Dus die koos ik eigenlijk daarvoor. Oh, wacht even. Deze zou ik bijna vergeten. En ik heb een armband gekocht. En die is ook wel heel erg leuk. Het lijkt, misschien is het dat ook wel hoor. Hoe heet dat nou? Parelmoer. En die parelmoer knopen. En maar dan wat dikker. Het is net wat dikker. Maar ik vond het wel een hele erg leuk. En het is met elastiek, zeg maar. Dus hij past gewoon. En hij stond heel erg leuk bij wat ik op dat moment aan had. Ja, dat is best wel gevaarlijk. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En ik heb nog iets gevonden, maar dat moet ik even pakken. Kijk, ik heb kussens gevonden. Lichtblauwe kussens. Met kwastjes eraan. En ik weet niet precies wat voor materiaal het is. Het zijn flinke grote kussens. Maar ik denk, gezien dat ik net wat meer dat blauwe opzoek natuurlijk. Kijk, je ziet al dat dit heel mooi bij elkaar is. Dacht ik van, dit is misschien wel heel erg leuk om op de bank te leggen. Of met kerst of zo. Dat er rond die tijd, als de herfstdeken weggaat, dat ik dan deze kussens op de bank leg. En er staat alleen maar op dat het gemaakt is in Turkije. En maar voor de rest zie ik eigenlijk hier niks. Ik zal eens even aan de binnenkant kijken. Want ik wil wel dat het open kan, hè? Dus dat je het kunt wassen. Want anders dan vind ik dat eigenlijk ook niks. Nou, ik zie nog niet veel staan hier. Even kijken. Kijk, en als die kussens vies zijn, dan is het heel simpel. Dan ga ik naar de IKEA of naar de HEMA of wat dan ook. En dan koop ik daar een nieuw kussen voor. Maar dit, ja, dit staat er niet in. Maar het kan wel, het gaat gewoon, het was misschien zo simpel ligt het. En ik heb er 2, dus dan was ik ze wel stuk voor stuk. Dat niet, nou wel aan de andere kant. Ja, ik was het gewoon koud. 30 graden of 20 graden en gewoon koud en niet centrifugeren of zo min mogelijk centrifugeren. En dan moet het eigenlijk wel goed komen. Dit is, ja, het is zo'n typische meubelstofachtig. Maar het is wel, dus ik vind het een hele mooi, vind het een heel mooi kussen. Dus dat had ik ook nog gekocht. Dat is eigenlijk wat ik gedaan had. En ik zei net al van de jurken. Nou, ik was echt... Ik kon maar geen jurk vinden. Dus toen dacht ik van nou, ga ik eens eventjes kijken online wat er allemaal is. Dus bij de Zalando, bij de Weekamp, bij de Bijenkorf. Nou, heel veel jurken. En ook heel veel jurken die ik niet wilde krijgen. Echt, gewoon,
niet mooi, niet, geen mooi model, slecht materiaal. Het zag er echt allemaal maar zeer matig uit. En toen zei kringloopvriendin tegen mij, kijk eens bij Caroline Bies. Nou, ik ga kijken, ik zie daar een prachtige jurk. Maar die jurk is €270. En aangezien ik alles bij de kringloop koop, kan ik misschien best wel één keer per jaar zo'n jurk kopen. Dan moet ik natuurlijk niet te veel doen, want dan word je heel vlug arm. Maar dan moet dat wel lukken. Maar ik vind dat echt heel veel geld. En ik wil eigenlijk ook niet nieuw kopen. En ineens dacht ik, als ik nou eens Vinted ga doen. Dus ik zal even laten zien welke jurken ik allemaal gevonden heb bij Vinted. Of tenminste de jurken die de toets der kritiek hebben doorstaan. En ik heb in dit geval gewoon ingetypt Caroline Bies en dan maat 44, want dat is nu inmiddels wel zo'n beetje de maat die me het beste zit. En ik heb ooit een jurk gehad van Caroline Bies en dat was ook een maat 44, dus helemaal prima, daar kan ik gewoon in. En ik eens eventjes kijken wat er is en ja, ik had een hele leuke jurk gezien, echt hele leuke jurk, 100% polyester. En die was, omdat hij nieuw was, met kaartje eraan, was hij nog €100. Ik denk, ja, dat ga ik echt niet doen. Dat, sowieso de polyester niet, maar dan zoveel geld voor een polyesterjurk, nee. Maar ik heb nu jurken gevonden die ofwel viscose, ofwel katoen zijn, ofwel lyocell, dat is ook een soort viscose in ieder geval, ook een natuurmateriaal. Nou, daar ga ik het. Dus die heb ik nu besteld. Nu heb ik 3 jurken besteld. Dus ik zal ze intussen laat ik ze jullie ook zien welke ik dan besteld heb. En die, ja, die moeten dan komen binnenkort, binnen een paar weken of zo, binnen een week of twee. Dus dan heb ik 3 jurken erbij. Daar ben ik helemaal blij mee. Want voor mijn gevoel heb ik maar een paar jurken. En ik heb echt, ik zeg het ook, ik heb genoeg. Maar ja, ja, het is een hobby, hè. Dus, maar ja, die jurken die waren. De goedkoopste was €20 en €40 en €70, geloof ik. Zoiets. Ik weet het niet meer precies, want ik heb er heel veel gezien. Maar ze zijn in ieder geval betaald. Ze komen eraan. En dan kan ik dus voor die €270 wat een nieuwe jurk zou kopen, kan ik echt heel veel tweedehands jurken kopen. En dat voelt gewoon prettiger. Dat doe ik dan gewoon liever, eerlijk gezegd. Ja, en nu wacht mij nog een grote taak natuurlijk, want al die kleding moet gewassen worden, gewassen, gestreken, die moet gestyled worden, dus ik moet er iets mee gaan doen. Dus ik zal een paar dingen laten zien wat ik ermee doe. En misschien zijn er dan dingen die ik nog niet eens gewassen heb, maar die ik gewoon eventjes aantrek om jullie te laten zien. Zo wil ik het gaan stylen, want anders dan kom ik in tijdnood, denk ik. Dus toch weer een ander filmpje dan ik bedacht had, want ik had gedacht, oh, het is misschien leuk om een keer te vertellen van. Oh, dat vond ik wel. Sorry, om te vertellen van wat heb ik geleerd van al die jaren kringlopen. Of hoe kringloop je het beste. Of al die, denk ik, oh, dat is misschien ook leuk om daar iets mee te doen. En volgens mij heb ik nog wel ergens iets staan. Mensen iets gevraagd hebben. Dus als jullie nog een vraag hebben, stel hem alsjeblieft. Want dan kan ik weer gelijk iets doen. Wat ik nog wel laat zien is een foto van mijn trouwjurk. Of van mezelf in de trouwjurk. Ik heb hem nog steeds. Ik pas daar natuurlijk nooit meer in. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ik kreeg heel veel leuke reacties op mijn 49-jarig huwelijksfeest. Het was natuurlijk ontzettend aardig eigenlijk van iedereen. En iedereen die zei toch nou heel veel gelukkige jaren. Dat hopen we ook inderdaad. En er zijn ook heel veel die zeiden van ja, dat was echt de tijd van de hoedjes. 1975, dat klopt. Heel veel van mijn vriendinnen ook, die hadden een hoedje op. Maar ja, waarom ik dat niet op had, weet ik eigenlijk niet. Maar ik had dus een soort kort capeje met een capuchon had ik op. En ik, ja, ik vind het nog steeds een hele mooie jurk. Het is gewoon een hele simpele jurk. Er gebeurt eigenlijk niks, gewoon een hele rechte jurk. En dan dat capeje eroverheen. Maar ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Dus ik zeg niet dat ik hem nu opnieuw zou kiezen. Want ja, je doet het toch in je eigen tijd. En zo hoort. Was het weer voor deze week. Dus ik zei het al, als jullie vragen hebben, ideeën hebben, stel ze alsjeblieft. Ik ga er iets mee doen. Dat is altijd leuk, want dan heb ik ook weer een idee. Word ik ook weer aan de gang gezet eigenlijk. Maar voor de rest heel erg bedankt. Bedankt voor ontzettend lieve, leuke, aardige reacties die ik altijd van jullie krijg. En zeker afgelopen week heel veel reacties gekregen. Ben ik echt super blij mee. Ik reageer altijd, dat weten jullie. Als ik niet reageer,
dan is het ineens verdwenen en dat weet ik niet waarom dat dan is. Dank jullie wel. Ik zie jullie graag volgende week weer in zo goed mogelijke gezondheid. En dan heb ik weer een nieuw verhaal te vertellen.